gaan we de prijs uitreiken. Dit was voor ons, denk ik, een van de allerlastigste categorieën ook. Want zoveel creativiteit bij elkaar kom je niet zo snel tegen. Er zit ontzettend veel leuke, bijzondere dingen zaten ertussen. Dus we hebben eigenlijk gekozen voor de best bewezen volhoudprijs, noemen we hem maar eventjes. Degene die al zo lang bezig is dat het nooit meer uit het bloed gaat. En dat wij erop vertrouwen dat het ook de komende 20 jaar wel goed komt. Dus ik ga de prijs uitreiken, of de prijs wordt uitgereikt. Kijk, oh, ik mag hem komen halen. Naar OFW gaat hij. Ja hoor, komt u erbij. Ja, heel Flevoland mag erbij. Ja, je mag trots zijn. Oost-Flevoland Woondiensten renoveren de eerste generatie woningen in Dronten. Ze hebben een bijzonder ontwerp, al dus iemand die hier opgroeide. De huizen die zo staan, dat zijn de golven. En de huizen die ertussen staan, dat zijn de dijken. Dus het had een beetje het idee van het water. Nou ja, de huizen staan natuurlijk al 50 jaar. Dus die hadden op een gegeven moment wel een keer onderhoud nodig. En ze waren tochtig, koud. Dus er moest toch wel wat aan gebeuren. OFW pakte de handschoen op, grondig, met een geheel nieuwe jas rondom de woning. We hebben de hele buitenschil opnieuw aangebracht, waardoor we de woning goed geïsoleerd hebben. We hebben asbest verwijderd, we hebben nagedacht over het wooncomfort. Het tweede toilet vinden mensen heel belangrijk, waardoor ook oudere mensen langer in hun wijk kunnen blijven wonen. Cruciaal is de snelle, efficiënte aanpak en alles in overleg met de bewoners. De bewoners werken mee, die blijven in hun woning wonen. En we hebben binnen een maand draagvlak en dat scheelt ook wel heel veel geld en ook heel veel plezier in het werk. Dus wij mochten gewoon blijven zitten in ons huis. Het werd gemoderniseerd om ons heen. Nou, het was heel gezellig. Het is heel veel mensen om je heen. En dan hadden ze hier twee huizen ter beschikking. En dan konden we even terugtrekken om daar dus zeg maar je te douchen. Wat wij doen, doen we al jaren. We zijn denk ik nu al bijna tegen 2000 woningen die we gemoderniseerd hebben. Waar we elke keer met de buitenschil aan de gang zijn. En dat heeft al heel veel energiebesparing opgeleverd. We zijn super blij. We hebben een heel modern huis teruggekregen. Met een mooie badkamer, een nieuwe toilet beneden. En de wooncomfort is een stuk verbeterd. En even in de camera kijken. Ja. En even applaus, dames en heren, voor de winnaar in deze categorie van woningcorporaties. Oost-Flevoland Woondiensten. Ja, nou leuk zeg. Wat, bent u een beetje tevreden over samenwerking tussen corporatie en gemeente? Ja hoor, het is elke keer een uitdaging voor de prioriteitsstelling. Is die per partner anders? Heeft de gemeente een andere prioriteit dan dat je als woningcorporatie hebt? Wat ik af en toe wel eens denk, is van, is duurzaamheid wel belangrijk? Of is het een beetje het toefje slagroom op het toetje? En zien we dat betaalbaarheid en beschikbaarheid de grote uitdagingen zijn? Terwijl als je nu weet dat in Parijs een klimaatakkoord gesloten wordt, waarvan de hele wereld dat als een zorgpunt ziet, dan zou wat mij betreft duurzaamheid iets hogere prioriteit mogen hebben. En absoluut geen toefje moeten zijn. Nee, geen toefje. Nee. Hartelijk dank. Het is ook een prachtige overgang naar de volgende gasten. Hartelijk dank. Geniet ervan, hè.